Mijn naam is Ton van Steenbergen. Ik ben geboren in Delft. Ik woon sinds 1992 in Boskoop, waar ik ook mijn atelier heb in een oude kruidenierswinkel. Ik heb de academie, de Koninklijke Academie in Den Haag doorlopen. Daar ben ik in 1985 afgekomen en exposeer eigenlijk sinds die tijd. Daarnaast maak ik illustraties, of heb ik die gemaakt in het verleden, voor Elsevier, maar ook voor allerlei diervoederverpakkingen en allerlei andere onderwerpen. Ik geef ook les in onder andere in Alphen aan den Rijn bij Park Expressie. Ik maak figuratieve, realistische schilderijen in verschillende technieken: olieverf, acryl, eitempera, aquarel. Meestal van landschappen of de dieren erop. Huistuin- en keukendieren, zullen we maar zeggen. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het maken van dingen met je handen, ambachtelijke. Het maken van pianobouwers, dat spreekt mij ook aan. Van dingen maken met je handen. Mooie dingen. Waarom ben ik gaan schilderen? Ik heb ook een voorliefde voor afbeeldingen, voor plaatjes. Voor de sfeer die kunnen oproepen, die je mee kunnen nemen. Daarom zou ik ook niet zo gauw abstract schilderen, omdat dat je niet in die zin meeneemt naar een andere wereld. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik ben gaan schilderen. Ik wou zelf die sfeer op kunnen oproepen. Mijn inspiratie haal ik uit dingen die ik om mij heen zie. En dingen die ik mij herinner. Waar ik in geïnteresseerd ben is kleuren, vormen, texturen. De textuur van de vacht van een kip. De verentooi is daar. Stro, het harde van stro, het afbladderen van verf. Maar ook het zonlicht op de zijkant van een vakantiehuisje. Maar ja, wat je aan vroeger doet herinneren, dat kan ook een inspiratie zijn. In die zin schilder ik alles wat ik in mijn omgeving zie. Alles kan een inspiratiebron zijn. En het gaat mij dan in eerste plaats niet erom dat het allemaal klopt, dat het een biologisch, dat een kippenkenner zegt van hé, hey, dat is die en die kip, dat weet ik zelf ook niet. Het gaat mij veel meer om van wat heeft dat beest voor een gek ding op zijn kop en waar is dat nou van gemaakt? Het harde van de snavel en de sfeer die het oproept. Ik schilder de laatste jaren veel in tempera. Dat is een hele oude techniek. Dit is op basis van eigeel. Een techniek die al in de vroege middeleeuwen gebruikt werd voor iconen te schilderen bij de Russen en de Grieken. Het prettige voor mij van tempera is dat het zeer snel droogt. Het is een traditionele techniek. Het moet gemaakt worden op panelen. Die zijn met beenderlijm en krijt voorbewerkt, zodat ze een juiste zuiging hebben. De verf, die zoals ik al zeg, die wordt gemaakt van in eerste instantie gewoon met water. Het zijn pigmenten. Het zijn losse kleurstofpigmenten die je mengt met water en vervolgens met eigeel op het palet in de juiste verhouding. Eitempera is watervast op een gegeven moment, maar dat duurt een paar dagen voordat het echt watervast is. Dus tijdens het schilderen kun je heel veel lagen over elkaar, maar je moet het op die manier doen dat we de lagen niet oplossen. Dat maakt het soms een beetje lastig en je kunt heel lastig kleuren in elkaar laten vervloeien. Ook dat moet je doen door zorgvuldig te arceren, met kleine streepjes, lijntjes. Het is wel een techniek waar je heel goed texturen mee kunt maken. Bijvoorbeeld de vacht van een konijn of het harde van stro, zoals een schilderijtje. De kop van een schaap. Het heeft heel veel nadelen, maar het heeft voor mij ook heel veel voordelen. Nou, de tempera zoals ik hem gebruik is eigenlijk de meest pure tempera. Je kunt tempera in een tubetje kopen, maar dat is een hele receptuur waarvan alles nog doorheen zit. Maar bij mij bestaat het puur uit pigmenten. Pigmenten in droge vorm, zoals deze, een vermiljoen rood. Die wordt in kleine bakjes gemengd met een beetje water tot een pasta. En dan vervolgens op een glasplaatje, op het palet, wordt dat geheel weer
vermengd met eigeel. En dat moet in de juiste verhouding gebeuren. Dan moet je een beetje aanvoelen hoe dik die verf is, hoe vettig die verf is. Als je er dan mee schildert, dan trekt het eigenlijk gelijk in die gessopanelen. De gessopanelen die maak je zelf van benelijm en krijt. Door middel van arceringen, stippelen, glazeren, bereik je allerlei effecten. De pigmenten die kun je die kun je loskopen en die kunnen overal vandaan komen. De aardkleuren zijn erg mooi en je hebt hele exotische pigmenten, zoals bijvoorbeeld de dode kop met water vermengd. Eigenlijk is deze techniek is verwant aan de fresco-techniek, waarbij de verf ook alleen bestaat uit pigment en water. Nou, dit schilderijtje is in acryl geschilderd. Dat zit qua droogtijd en qua materiaal een beetje tussen tempera en olieverf in. Je kunt het iets smeuïger gebruiken en uiteindelijk heeft het ook een bepaalde spontaan effect. Wat bij tempera niet het geval is, wat veel droger, matter, strenger is in zijn uitwerking. Zoals bij dit schilderijtje van Huisje in de Tempel in de buurt van Reeuwijk. Het is lineairder en je moet het in je atelier doen, want dit soort schilderijtjes in olieverf die kun je buiten schilderen. En die kun je in 1,5, 2 uur kan je die afmaken, wat bij tempera absoluut het geval niet is. Ieder materiaal heeft zo zijn charme. Het is nou wat op dat moment wat je het prettigste vindt om mee te werken of wat je uit wilt drukken en dat gebruik ik dan.